evaluatieconcert, dat is feitelijk, ja, het woord zegt het een beetje, evalueren. En vanuit de artistieke commissie van de blaaskapellen, nationaal, vanuit Vlaamo, doen we ons best feitelijk om onze blaaskapellen naar een hoger niveau te sturen. En dat evaluatieconcert, die opzet ervan, is daar een zeer stevig en zeer sterk onderdeel van. Want in feite ga je de blaaskapellen betrekken om aan kwaliteitsverbetering te doen. En dat is feitelijk onze opzet, onze blaaskapellen proberen mee te helpen en te stuwen naar een hoger niveau. Hoewel dat nu vandaag plaats heeft hier in Koudillen, de Zaal te Kroon, wat trouwens een prachtige accommodatie is, is dat toch feitelijk nationaal. Want we hebben feitelijk al een reeks achter de rug die wat we hebben laten doorgaan in Tiele, wat ook zeer succesvol was met Antwerpse kapellen. En blaaskapellen gebeuren is hoofdzakelijk ontstaan uit de volksmuziek. Uit de volksmuziek en ook de animatie van het volk met gewoon volksmuziek te spelen. De belangstelling was voor ons zeer, zeer goed in dit geval, aangezien het eigenlijk de eerste maal is dat wij dit in Limburg hier organiseren. We hadden eigenlijk wel mee van de beste die we momenteel in Limburg hebben, vrees ik. Maar dat wil niet zeggen dat ook de anderen, dat er ook op de anderen gerekend wordt om deel te nemen aan dit evenement. Uiteraard is Limburg de kroon wat dat betreft het aantal blaaskapellen bij Vlaamo, zeker en vast. En ik denk dat bij de 3 à 24 blaaskapellen in Limburg erkend zijn bij Vlaamo.